Ja, het was in de aanloop naar de verkiezingen van 1986. Ja, toen maakten wij een persiflage op Ed Nijpels. Ja, want die leidde toen de VVD-fractie. Ja, en wij noemden hem toen... hij was een stijgend natuurlijk, zijn nieuwkomer. We noemden hem toen Ed Raket. Nou, die Edje Raketje, Edje Nijpels, ja, die is nu dus VVD-prominent. En die wordt overal gevraagd om zijn mening. En die heeft natuurlijk ook nog steeds heel veel invloed binnen die VVD. En die was laatst op de radio en nu ook weer op tv. Die Edje die zegt allemaal dingen, ja... Ja, dan worden jullie en ik daar niet vrolijk van. Nee, want Ed die wil absoluut niet dat er een kabinet komt met de PVV. En wij willen dat wel, want wij willen dus gewoon een rechtskabinet. Maar daar heeft Ed Raket helemaal geen zin in. Want Edje die zegt, nee, niks PVV. Nee, daar gaan wij absoluut niet mee samenwerken. Nee, niks kabinet en ook niet dogen, nee, niks... Niks PVV. Dat is één. En dan ten tweede, wat ook heel eigenlijk nog vervelender is, vrienden, wat Ed Raket zegt. Hij zegt, ja, we moeten eigenlijk maar in een coalitie gaan zitten met GroenLinks en Partij van de Arbeid. En dan met Omtzigt en zo, en dat werk. Oh, ja, die Ed Raket, die wil dus eigenlijk linksaf. Dat wil die. En dat is nou juist waar wij mee bezig zijn. Dat is onze missie. Niks Timmermans, niks Knulletje Klaver en niks Antje Dubbel T. En hij zit dat te promoten bij die VVD. Hé, Edje. Hé, Ed. Doe mij even een lol en haal voorlopig even je mond. Er staat een prachtig torentje, maar dat is echt geen droomkasteel. Daar zijn ze gek op discussiëren en formeren en die plannen kosten veel. We verliezen het vertrouwen, dus hoe kan je dan gaan bouwen aan ons Nederland? Niet debatteren, maar regeren, joh, dat is toch niet zo moeilijk met...